Sowieso wil ik die Yoshi knuffel. Ja, we hebben hem toch? Dit is... Of is dit net als op de kermis? Dat je denkt van, ja, we hebben hem sowieso. En dan uiteindelijk valt hij eruit. Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we spelen The Legend of Zelda Link's Awakening en we waren in de buurt van het grote ei. We hebben nog maar 2 instrumenten te pakken, dus we kunnen hier niks doen. We hebben de 8 instrumenten nodig en dan kunnen we het ei gaan wakker maken en dan komt de windvis hier uit. Dus ik ben super benieuwd hoe dat gaat. Maar we moeten nu dus eerst naar de prairie. Ik verwacht niet dat de prairie hier is. Even kijken, staat die al op onze map? Oh ja, kijk hier. Koholint Prairie, hier moeten we naartoe. Dat is waar ook de heks verstopt zit. Dus dat is eigenlijk hieronder. Yo, dit is Dumpy. En als we met Dumpy praten, dan kunnen we hier naar binnen gaan. En dan kunnen we onze eigen dungeons bouwen. Maar dat wil ik niet gaan doen in deze aflevering. Als jullie willen dat ik dat wel doe, dan ga ik dat zeker nog een keertje doen. Maar dat doe ik dan in een van de video's een beetje aan het einde. Want we focussen ons nu gewoon op het verhaal. Dit is de Koholint Prairie. Dit was volgens mij waar de heks zit, of niet? Nee, dit is niet waar de heks zit. Wie ben jij dan? Hallo, der grote jongen. Ik ben Crazy Tracy. Ik heb een geheimpje voor jou. Voor 42 roepies ga ik het aan je verkopen. Ja, dag. Ik heb jou niet nodig. Tenminste, dat denk ik. Misschien heb ik haar uiteindelijk wel nodig. En dan was het heel stom. Dan heb ik haar nu beledigd. Even kijken hoor. Hier is de heks. Neem aan dat we ook niet naar de heks moeten. We kunnen wel hier naartoe. Ja, oké. Okay. Deze kunnen we nu oppakken. Chainchomp zeggen weer dat we hier moeten graven. Maar ik heb nog steeds geen schep, dus dat gaat niet. Laten we hier ingaan. Ik denk dat we hier naartoe moeten. Volgens mij moeten we hier naartoe. We kunnen alleen het hartje nog niet pakken. We hebben geen bom, dus we kunnen deze niet laten ontploffen. Nee, nee, daar kunnen we nog niet komen. Laten we hier naar boven gaan. Oh, en dan komen we op het kerkhof uit. Oh, waarom kom ik op het kerkhof uit? Ik wil hier niet zijn. Dit is volgens mij niet waar ik moet zijn. Nee, toch niet. Moet ik even terug naar mijn dorpje dan misschien? Of moet ik toch een tip gaan kopen van deze chick? Oh, nou ja, laten we deze gold digger dan maar wat geld gunnen. Beter heb je iets goeds voor mij, jongen. 42 roepies voor de geheimpie. Zij heeft haar eigen geheime medicijn gemaakt. En dat heeft effect als ik doodga. Oh, oké. Okay. Heb jij een soort van revive ding voor mij? Maar alsnog, dit is niet wat ik moet hebben voor mijn quest sowieso. Maar het is wel handig om toch even naar die chick te gaan en hem toch even van haar te kopen. Want volgens mij als ik nu doodga, dan word ik weer levend. En dat moet je wel hebben. Dat is wel nice. Nou, ik ga toch wel even terug naar mijn dorpje. Kijk, ik wou net zeggen, ik ga wel even alle steentjes oprapen die ik nu hier zie. Want zo hebben we dus gewoon even een geheim gangetje ontdekt, jongens. Hoppa, steken we dit even aan, dan ben ik heel benieuwd wat we nu gaan krijgen. Leuk muziekje in ieder geval. Hey kid, je hebt me wakker gemaakt, ik was aan het slapen. Dankjewel, maar nu heb ik mijn revenge. Ben je klaar? Ik laat je meer magische poeder dragen vanaf nu. Kijk, dit is ook nice. Dus we kunnen nu meer magische poeder dragen. Zap! Lekker Link. Gaat het nog goed met je? Yo, dankjewel man. Ik zie je later. Thanks voor je upgrade. Tot 40 poedertjes kunnen we nu meenemen. Dus dat is wel super relaxed. Kijk, hier deze kunnen we ook optillen. En dan kunnen we hier ook even een kistje op openmaken. En daar zit dan in een secret seashell. Maar wat moeten we daarmee doen? Ja, ik weet niet man. We gaan blijkbaar schelpen verzamelen. En ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar dat gaat ooit wel goed komen, denk ik. Terug naar ons dorpje. Nou, dit ziet er ook nog allemaal wel aardig vredig uit eigenlijk. Laten we even met haar gaan praten. Ze zegt, hé, ik ben wel echt blij dat je op mijn bouwhouw hebt gepast. Je bent zo'n aardige jongen. Hoe kan ik je betalen? Ik weet het al. Nou, we krijgen een kusje van mevrouw Miauw Miauw. Let's go. Go, wou ik zeggen. Maar, nee! Nee! Verlaat me niet! Bow Wow! Nee! Oh, dit is niet tof. No! Ja, oh, kijk hier, nog een seashell! What? Ik ben hier gewoon even gras aan het maaien. Komen we nog een seashell tegen, joh. Oké, lekker! Misschien kan ik hier wat gaan kopen dan, of zo. Hoeveel geld heb ik? Ja, die schep! Ik wil die schep hebben! Dan kan ik gaan graven! Geef het! 200 roepies! Helemaal goed! Hij ziet er wel een beetje gierig uit, man. Ik weet niet, deze gast... Nou ja, we hebben in ieder geval een schepje te pakken. Maar kijk, we kunnen ook bommen hier pakken. Voor 10 roepies, ja, tuurlijk. 10 roepies bommen, ja hoor. Kassa, lekker! Dit hartje. Oh, dit kost ook 200 roepies. Nee, die kan ik nog niet kopen. Ik heb net een veel te dure schep gekocht, jongen. Weet je, ik ga eens even telefoneren. Want in die telefoneerhokjes, daar krijg je elke keer tips als je een klein beetje vast zit namelijk. Ik ben het, Urira! Vraag me alles over het eiland. Er is een man genaamd Richard, die leeft in de Pothole Field. Ten zuidoosten van het dorp. Ja, we moeten Richard gaan opzoeken.
duidelijk. Richard, ik heb je hulp nodig. Geef me je hulp ten zuidoosten. Dus kijk, we kunnen nu in ieder geval lekker aan deze kant van het dorpje eruit. Want we hebben natuurlijk de power bracelet te pakken. Dus we kunnen deze optillen. We kunnen even kijken wat hier in de grot is. Oké, een puzzel. Oh, kijk, en een kwart hartje. Die wil ik sowieso hebben. Dan kan ik de... Oké, poging 2. Duw deze weg. Dit lukt niet. Deze hier naartoe duwen, deze hier naartoe duwen. Deze oppakken. Bam, en het kwart hartje pakken. Nice. Hoe gaan we dit doen? We moeten hier naar boven. Ja, oké. Dan kunnen we deze wegduwen. Yes, dan kunnen we deze oppakken. En dan wou ik die freaking slijmhoofden kapot maken, maar dat ging niet goed. Ja, kijk. Hoppakee, weer 50 roepies. Hoeveel roepies hebben we nu? 103. Kijk, we gaan wel lekker. Nog 97 en dan kunnen we toch dat kwart hartje gaan kopen. We gaan even dit... Dit lijkt op zo'n Chica-teken trouwens. Wat is dit? Vreemde energie komt hier vandaan. We moeten even uit gaan vinden wat het doet. Nou, dan gaan we er even op staan. Oh, 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 rustig. Is dit een warp-plek? Ik denk het wel. Maar dan moeten we nog meer van dit soort plekken vinden. Want nu kunnen we alleen maar naar deze warpen. Want het is de enige die we gevonden hebben. Okidoki. Dus ten zuidoosten van waar ik leef, van het dorp. Daar vinden we... daar vinden we Richard. Maar hier vinden we volgens mij ons nieuwe tempeltje. Ja, daar hebben we natuurlijk een sleutel voor nodig. Het is de slime keyhole. Gaan we Richard hier ergens vinden? Hij moet eigenlijk wel even wat beter onkruid wieden, die Richard. Man, dit ziet er toch niet uit allemaal, joh. Doe eens even normaal, man. Ik denk dat dit Richard... Ja, kijk. Ben je Richard? Met zijn blauwe haar. I'm blue, da ba di da ba di. Da ba di da ba di. Da ba di da ba di. Ja, dit is Richard. En hij zegt hallo. Je kent me waarschijnlijk niet, maar ik leefde in het kasteel. Mijn dienaren zijn helemaal gek geworden... En ik moest mijn villa verlaten. Dus je bent naar iets op zoek. Ik heb wat jij zoekt. Maar eerst... moet ik de gouden bladeren die hij kwijt is in het kasteel gaan zoeken voor hem. Moeten we naar het kasteel? Dat is freaking awesome. Om je de waarheid te vertellen, er zijn 5 van die bladeren en ik wil ze allemaal. Oké. Je moet graven, dus je hebt de schep nodig. Hey, die hebben we net gekocht. Dat komt dus goed uit. Oké, nou, gaan we naar het kasteel, denk ik. Is het kasteel hier rechts dan? Ik ben het kasteel nu niet tegengekomen. Maar even op de map kijken. Oh, kijk, ik zie nu pas dat eigenlijk is hier van alles en nog wat getekend. En inderdaad, hier zie je een groot kasteel getekend. Ik denk dus dat we hier naar boven moeten. Let's go, tjes. Hallo? Waar is de kasteel? Ben ik al bijna bij het kasteel? Ja. Open de deur! En die gasten hier binnen zijn natuurlijk like... Hold the door! Oké, deze kant op. Yo, monkey! Oh, we hebben sowieso hulp nodig van deze monkey. Om daarin te komen. Kiki de monkey hungry. Kiki de monkey heeft honger. Dus we moeten eten gaan zoeken voor Kiki de monkey. Nou weet ik dat op het strand, vlakbij ons dorpje, er staan allemaal bananenbomen. Hoe kom ik dan aan die bananen? En wat is dit? Wat is dit? Dit is de Seashell Mansion. Ik ben de spirit van deze mansion. Ik wacht al heel lang op iemand. Iemand die de donkerheid kan overwinnen. Hier hebben we de geheime shells voor nodig. Laten we even op dit plateautje gaan staan dan. Ja, kijk, dan zie je die meter lopen daar rechts, dat groene water. En als je dan genoeg seashells hebt, dan krijg je waarschijnlijk een beloning. Oké, we moeten onze ogen open houden voor seashells, jongens. Maar nu moeten we eerst eten gaan zoeken. Hop. Jullie hebben niks op... Oh, jullie hebben wel iets op mij. Moeten we toch weer terug naar ons dorp, denk ik. Volgens mij moet ik hier naar boven. Ja, zie je? Heb jij wat eten voor mij te koop? Nee, wel een schild en een hart, maar... Oh, en een pijl en boog! Ik liep alweer weg, maar hij heeft een pijl en boog. Freaking, wat? 980 roepies? Doe eens normaal, man. 980 roepies. Ik zei toch dat die gast gierig was? Nou, gaan we even verder zoeken. Misschien is hier wel wat te eten. Oh, oké. Yoshi? Ik wil die Yoshi knuffel. We gaan even een spelletje spelen, jongens. Let's go. Sowieso wil ik die Yoshi knuffel. Ja, we hebben hem toch? Dit is... Of is dit net als op de kermis? Dat je denkt van, ja, we hebben hem sowieso. En dan uiteindelijk valt hij eruit. Zie je, hij ligt op het randje. Ja! We hebben de Yoshi knuffel. Geen idee wat je ermee kan, maar we hebben de Yoshi knuffel. Ik wil sowieso ook even dat kwart hartje pakken, jongens. Kwart hartje. Ja, dit is perfect. Dit is gewoon keihard perfect. Als ik deze niet heb, met mijn ogen dicht. Met mijn ogen dicht. Deze hebben we sowieso. Toch? Ja. Ja, kijk, ik zag hem wel. Ik zag hem daaronder. Nice. Ik ga nog een keer spelen, want ik wil mijn geld terugverdienen. Dus ik wil die paarse roepie hebben. Oh.
precies goed. 3 uit 3, jongens. Hoppakee. Oh, maar dit is wel spannend of die nog blijft liggen. Kijk. Ja. 3 uit 3, jongens. We zijn officieel goed in dit spel. Ja, ik vind het mooi geweest. Een schildje heb ik al. En poeder heb ik ook al. Hoppakee. Yoshi knuffel. Je hebt een Yoshi knuffel. Hoppa. En we hebben een kwart hartje. En dat maakt dat we een hartje weer vol hebben. Dus we krijgen een extra hartje nu. En natuurlijk nog de 50 roepies. Dit was mijn meest nuttige minuut tot nu toe in de Legend of Zelda Link's Awakening. Hey, Sunny! Waarom begin je te gillen tegen mij? Hij zegt, je hebt die Yoshi-knuffel gewonnen. Dat probeerden wij al voor altijd. Mijn moeder is echt wanhopig, want die wilde heel graag eentje hebben. Waar is je moeder dan? She's back at her house. In het noorden met 2 deuren. Daar zit zij blijkbaar verstopt. Dus die knuffel hebben we gewoon gewonnen voor de moeder. Oh, wat is Link toch een aardige jongen, hè? Dat hij gewoon die knuffel dan weer gunt. Ik bedoel, die knuffel is super tof. Maar we gunnen die knuffel gewoon. Ja, dit moet zijn moeder wel zijn. Wil je me die Yoshi knuffel geven? Nou, natuurlijk joh. Ik bedoel, we hebben hem net gewonnen, maar vooruit. Je mag hem hebben. We hebben nu een strikje gekregen. Nou weet ik dat er in deze game een heel ruilsysteem zit. Dus volgens mij is dit het begin van het ruilsysteem. Dus we moeten nu eigenlijk iemand gaan zoeken die dit strikje wil hebben. Nou, bedankt voor het strikje. Ik had liever een Yoshi knuffel. Vind ik veel leuker, maar ja. Hallo meneer. Die zegt, dat zijn mijn jongens. Ik ben Papaal en ik ben blij om je te ontmoeten. Later ben ik verloren geraakt in de heuvels. In de bergen. Dus zoek me daar nog een keer. Nou, bedankt dat je me alvast waarschuwt. Wat een gekke gast, joh. Hey, Marin. Marin zegt, ik hou van zingen. Wat kan ik zeggen? Vind jij het ook leuk om te zingen? Ja. Ik vind het heel mooi, Marin. Maar ik ga toch weer even door. Ik ga even door, want ik zoek iemand die mijn strikje wil hebben. Misschien wil me Taryn dat strikje wel hebben. Kijk, hij heeft bananen. Ik wil ook bananen. Hij zegt ook van, ja, ik was hongerig. Dus ik ging naar het strand om daar bananen te halen. Als je er ook een paar wil, dan moet je daar naartoe gaan. Ah, kijk. Dus we moeten gewoon naar het strand om bananen te halen. Oké, top. Oma die zegt, ja, met mij gaat het goed. En hoe gaat het met jou? Ja, bedankt. Goed, oma. Oh, dit is Urira. Yo. Please call outside. In het echt is Urira een heel verlegen persoon. Oh, kijk. Ja, zie je. Hij zit hier naast die telefoon. Dus we krijgen hem aan de telefoon als we gaan bellen. Ah. Ja, maar hier durft hij niet zo heel veel te zeggen. Nou, geniet van je oude dag, mevrouw. Gaan we nog even hier kijken. Hallo. Make-up juwelen. Trouwens, heb je ooit een changeom gezien die kan praten? Dit is de eerste. En hij wil kleren, make-up en juwelen allemaal hebben. Oh, nou, top. Hij wil inderdaad onze strikje wel hebben. Helemaal top. En we krijgen hondenvoer. Oh! En dat hondenvoer, dat wil die krokodil op het strand natuurlijk hebben. Want die houdt van eten in blik. Nou, ben ik benieuwd of die ook hondenvoer lust. Het staat je prachtig. Echt geweldig. Nou, oké, de volgende stop is dus het strand. Daar gaan we ons hondenvoer even aan de krokodil geven. Kijk, bananas! Bananas! Hallo, blauwe krokodil. Ik heb hier de hondenvoer voor je. Ja, hij wil het super graag hebben. Nou, alsjeblieft, man. Geniet ervan. Geniet van je hondenvoer. Hoppa, lekker. Dat was geweldig. Ik heb niet veel om te ruilen, maar kijk, we krijgen banaantjes. En die moeten we weer naar die aap brengen. Zodat we hopelijk via hem het kasteel in kunnen. En als we dan het kasteel in kunnen, dan kunnen we de gouden blaadjes voor Richard weer gaan zoeken. En die geeft ons dan wel weer wat we nodig hebben. Dat zal dan waarschijnlijk wel weer die sleutel zijn voor de volgende tempel. Ja, ik denk dat we gewoon het beste maar kunnen gaan lopen daar naartoe. Oh, hier kunnen we trouwens wel een bom neerleggen. Bam! 3, 2, 1. Boom! Oh, hier is een goede vee. Dan moeten we even wel weer onze weg zien te vinden naar dat. Gaan we weer even zijn gras maaien, want hij houdt het echt niet bij. Dat groeit als kool, jongen. Richard, doe er eens wat aan. Je huis ziet er ook niet uit, man. Er zit allemaal mos op je huis. Jongen. Hoe lang ben jij niet buiten geweest, Richard? Dan moet ik ook nog je vuile werk gaan opknappen. Potverdikkie. Oké. Nou, hopelijk gaat die aap mijn banaantjes accepteren. Dat zou wel lekker zijn, want dan kunnen we hopelijk het kasteel in. Ja, hij zegt bananen. Oh, wil je ze aan Kiki geven? Alsjeblieft, Kiki. Geniet ervan. Het is je gegund. Ik vind jou een super schattige aap. Oh, snap. Er zijn nog veel meer aapjes hier zo. Kiki laat zijn hulpaapjes even een bruggetje voor me bouwen, volgens mij. Kijk. Lekker, man. Dankjewel, Kiki. Super tof. Kiki de monkey zegt monkey business. Klaar. Doei doei. Later. Oh, en we hebben er ook nog een stokje aan overgehouden. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Legend of Zelda Link's Awakening. De volgende aflevering gaan we dit kasteel in. Gaan we de gouden blaadjes zoeken voor Richard. En dan hopen we dat we ook het volgende kasteel uit gaan spelen. Waarom blijven kasteel zeggen? In deze game noemen ze het grot. Het is zo verwarrend.
In ieder geval, de derde grot, derde kasteel. Als je dat wil zien, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatoo. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!